Dit gebied ten noorden van het Eindhovense station moet de komende jaren meer mogelijk worden voor feesten diep in de nacht. Dat vindt het stadsbestuur. Het gebied is in ontwikkeling, maar kent ook nu al plekken waar 's nachts meer mogelijk zou moeten zijn. Zoals het oude KPN-gebouw en het beursgebouw. Het plan is onderdeel van meer ideeën om het nachtleven in Eindhoven bruisender te maken. Met evenementen op verrassende locaties en 24-uursfeesten. Voor de mogelijkheid om 24 uur de deuren te kunnen openen is nog niet veel animo. 4 horecazaken vroegen dit pas aan. Alleen het verzoek van popzaal De Effenaar werd tot nu toe toegewezen.